Ja, dan moeten wij tot slot nog iets rechtzetten. Onze correspondent uit de onderklasse, Dirk, heeft vorige week foute informatie verstrekt. Waarvoor excuses? Er klopt niets van. Nee. Hij had zich een dure bril aangeschaft, weet je nog wel. Ja. En hij hoopte dat geld terug te krijgen van de bijzondere bijstand. Zo zat het. Maar dat ging niet door, zei hij, omdat hij niet in de gewone bijstand zat. Ja. Klopt niets van. Ook niet-bijstandontvangers komen in aanmerking voor die bijzondere bijstand. Ja, zullen we hem er even bij roepen zelf? Dat is goed. Ja. Dirk, hallo! Dirkie. Ah, die grote. Dirk, wat is er, joh? Nou, het gaat even over die bril van jou van vorige week. Weet je wel? Bril? Ja. Die grote bril. Ja, wat is erbij? Die had je wel vergoed kunnen krijgen van de bijzondere bijstand, maar dan had je een eigen bijdrage moeten betalen van 172 gulden. Bijdrage 100. Die bril alleen al kostte 170 gulden, dus... Nee, daar schiet ik geen klant meer op. Met onjuiste informatie schiet niemand wat op, nee. Hè, Dirk? Ja, zou jij dan nou weer te brommen, hè? Nee, maar zo... Kom, draadnagel dat je er bent. Ik ben even met de heer Verkoot in gesprek over geldzaken, joh. Hou je daar buiten, joh. Nee, Verkoot, moet je luisteren. Laat maar zitten, die hele bijstand. Want ik ben namelijk eigen baas geworden. Ik heb een boom gevonden. Ja, gevonden, op straat. Moet je kijken, wat staat hier? Een zogenaamde pisbak. Nou ja... Een urineerinrichting is natuurlijk van de gemeente, maar ja, die moet bezuinigen. Dus die kan dat niet schoonhouden. Dat doe ik nou! Vlak bij de spoor staat hij. Lekker jongens, moet je kijken. Let op. Moet je eens even binnenkomen kijken. Er komen treinreizigers van het station met zo'n buik, zo'n blaasvol. Die doen hier eventjes hun kleine boodschap. Met de aardappels afgieten. Dan ga ik zo met de borstel. Want ik zou even langs de muren, zo. Want die Griekse kerels die kennen hoog zeiken, hoor. En die zit weer schoon. En dan moet je eens kijken hoe ik er buiten bij zit. Dat heb ik helemaal zelf bedacht. Dat zijn geen banen, zeggen ze. Ja, als je even goed nadenkt. Dat is zo'n banen. Dan moet je kijken. Even kijken. Heb ik vanmorgen geleend. Met café de Lantaren. En zo zit ik lekker nuttig te wezen voor de hele gemeenschap, begrijp je wel? Nou, kijk, en het eerste geld dat ik dan hiermee ga verdienen... daarvan is natuurlijk een gedeelte voor mijn salaris, het salaris van de baas. En de rest, dat steek ik weer in de zak, want ik ga namelijk verbouwen. Ik wou deze bak namelijk ook geschikt maken voor de dames. He, ik plaats hier gewoon een tweedehands wc-pot. Die kun je wel ergens goedkoop krijgen. Of ik krijg hem van de bijstand, weet ik veel. En dan doe ik er ook zo'n stangetje plak ik tussen de wandjes met een douchegordijntje, weet je wel. Dan zitten de dames knap. Hey, Frik. Heb jij gezeten daar? Ja. Twee kwartjes, joh. Joh, maak je me nou. Ik vis hier al 8 jaar gratis. Oh ja, in een vuile bak. Elke dag, hoor. Heb je niet gezien hoe schoon die is? Hij is... Keurig schouder! Dat is een rare kamer, olifant. Wat wou je? Ik ben hier al 8 jaar gratis. Wou je bij een beetje beledigd, joh? Wil je me eerlijk zeggen, wist je wat we vanaf kakken van die kiel? Oh ja, zo de wiet erop! Het rondje je niet meer zien, hè? Is er al 8 jaar gratis? Ik betaal om te vissen. Nou ja. Het moet even winnen, weet je wel. Het praat zijn eigen wel rond. Je kijkt nou eens je kostelijke pilsje. Kijk nou eens, hier. Godsamme. Ja, en van het eerste geld koop ik een lekker spuitbusje, weet je wel. Dan ruik het hier een beetje fris. Het moet zich even rondpraten, kom maar goed. Hey.